Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 21 maart. Boksel Zangtalent in The Voice Kids, presentatie van de Zilver Express en stemmen in Boksel Live. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Boksel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Boksel, Albert Heijn Boksel, Natasha Fashion Boksel, Bakkerij van Eindhoven Liemde, Plus van der Horst Boksel en Tiga Health and Beauty Boksel. Mitchell Thijs kiest voor Ali B. Het Bokselse zangtalent was vrijdag te zien op RTL 4 in het programma The Voice Kids. De 12-jarige zanger schitterde tijdens de blind auditions op de nationale zender met een mashup van de nummers Locked Out of Heaven van Bruno Mars en So Lonely van The Police. Mitchell werd eerder al overvallen door presentator Jamai met een ticket voor de audities. Hij ging de weken daarna volop aan de slag met zijn zangdocenten Inge van den Biggelaar van Studio Apollo 98 om zich op de auditie voor te bereiden. DBC ging langs om te kijken of Mitchell genoeg noten op zijn zang heeft. Ik sta hier bij Studio Apollo 98 in Boksel en volgens mij hoor ik Mitchell zingen. Ik ga naar binnen. Mitchell, wat ben je aan het doen? Moeilijk? Ik ben aan het inzingen. Aan het inzingen? Ja. En al die hele moeilijke toonladders en toestanden? Ja. Die heb je vast vaker gedaan? Ja. Is dat verplicht iedere dag? Ja. Leuk? Ja. Vindt hij niks aan. Vindt hij niks aan, Inge? Ik ga even naar jou, want je bent de zangcoach. Hoe trots ben je op hem? Ja, heel trots, maar dan wil je nooit horen. Oh, have you shaken that loving way? You go crazy, you take all my inhibitions. Maybe there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Maybe there's nothing holding me back. Mitchell is niet de enige bokselaar met een stem. De voorbije weken voerden partijen flink campagne. En vrijdag was het laatste verkiezingsdebat van Brabant Centrum Stemmen in Boksel Live. De lijsttrekkers van de lokale partijen konden tijdens de enerverende avond nog een aantal zwevende kiezers voor zich winnen. Op het gebied van zorg en economie lijken de partijen op veel fronten het eens te zijn over de keuzes voor de komende 4 jaar. Zo moet zorg de komende 4 jaar in de Bokselse wijken georganiseerd worden. Op het gebied van economie vond lijsttrekker Herman van Wanrooy van Inbox dat het belangrijk is om de centrumondernemers samen te laten werken in Bokstel. Balans en SP lagen echter voortdurend met elkaar in de clinch. De eerste aanvaring had betrekking op winkelcentrum Oosterhof. Lijsttrekker Marielle van Alphen van Balans gaf Erik van den Broek van de SP de schuld dat er nog geen plan van uitbreiding van de grond komt, wat bij Van den Broek in het verkeerde keelgat schoot. Ook de fietstunnel die onder de dubbele overweg moet komen, bleek een heet hangijzer. Balans wil in de toekomst dat er opnieuw onderhandeld wordt over een autotunnel. Volgens Anja van de Einde van PvdA GroenLinks zou dat het faillissement van Bokstel betekenen. Huidig wethouder Van Wanrooy noemde het een horrorscenario. Volgens lijsttrekker Van Alphen kan er echter na het aanleggen van de fietstunnel niets meer veranderd worden. Frappant was dat juist woningbouw een ondergeschoven kindje bleef. Peter van der Wiel van Combinatie 95 vertelde nog wel dat hij ervan overtuigd is dat er op het perceel Roderweg Hamsterstraat in Liemt 80 tot 100 woningen komen. Maar Jos Hegeman van D66 wist het onderwerp snel te veranderen in de stadskunstenaar. Een kleine en goede investering volgens hem. Wat het de politici gaat opleveren moet nog blijken. We scheuren door naar het volgende onderwerp. De Zilver Express werd dinsdag gepresenteerd aan de burgemeester en wethouders. De Bokselse tuk-tuk zou in mei vorig jaar al rijden, maar liep een aantal maanden vertraging op door nieuwe wetgeving en technische problemen. Maar aan het begin van deze week was het dan zover. Het eerste ritje werd gemaakt met de bestuursleden van Bokstel. De gemeente was namelijk een van de sponsoren en investeerde via het economisch stimuleringsfonds 1000 euro in het voertuig.
Allerlei verschillende bedrijven en instellingen hielpen al mee om ervoor te zorgen dat er een zilverexpress in Boxtel kwam. De tuk-tuk heeft namelijk een sociale doelstelling. Het voertuig zal korte ritjes verzorgen voor 50-plussers en toeristen naar activiteiten en evenementen in Boxtel. Het eerste groepje 50-plussers heeft in ieder geval al een kleine tour gehad. Wethouders Marouchka Lestrade, Erik van den Broek en Peter van der Wiel kregen die eer toebedeeld. Bij het grote publiek is hij bekend van onder meer de serie Flikker Maastricht, de film Lieve Verliefd of, weet u het nog, de vriendengroep van de Amstel bierreclames. Maar nu is hij de Bokselse cultuurverbinder, de stadskunstenaar Romein Kone. Kone werd maandagochtend voorgesteld aan de pers in het gemeentehuis. De voormalig acteur zette daar op een Piet Mondriaan-achtig document zijn handtekening. Samen met wethouder Marouchka Lestrade en directeur Nan van Schendel van Bibliotheek 's-Hertogenbosch. Officieel werkt Kone straks voor de bibliotheek, zodat hij onafhankelijk van de gemeente zijn werk kan doen. De stadskunstenaar gaat de komende maanden langs de cultuurmakers in Boxtel om ze te leren kennen. Hij vond de aanstelling een fantastische kans. Naast een acteercarrière was Kone ook verantwoordelijk voor het Makershuis in 's-Hertogenbosch. Hij runde 4 jaar lang een Bokselse variant, de Makerskamer in Breukelen, waar lokale kunstenaars met buurtbewoners werkten aan projecten. Uiteindelijk leidde dat tot buurthuis Forofiet. De wens van Kone is dat hij de komende jaren de culturele partijen in Boxtel dichter bij elkaar kan brengen. Net als Kone heeft ook de 8-jarige Bokselse Rikke Schultz de wens om anderen te helpen. Daarom hield zij vrijdag een spreekbeurt over de wensambulance. Haar buurvrouw werkt bij het initiatief dat terminaal zieke mensen nog 1 keer naar hun favoriete plek brengt. DBC Nieuws bezocht Rikke op basisschool, de Spelenlier, en ontdekte dat zij op een wel heel bijzondere manier haar presentatie hield. Rikke gaat nu iets bijzonders doen. Vertel. Rikke gaat iets zeer bijzonders doen. Die heeft op eigen initiatief de wensambulance hier naartoe gehaald. En wil deze ook inzetten bij het gebruik van haar presentatie. Hoe vindt u dat nou als meester? Dat vind ik helemaal geweldig. Dat ze dat uit zichzelf kunnen doen. Ja, fantastisch. Dat is mijn buurvrouw Leni. En die is vrijwilliger bij Stichting Wens Ambulance Brabant. En daar heb ik aan gevraagd of ze mee wil gaan met mijn presentatie. Ik doe mijn presentatie over de wensambulance, omdat ik een heel leuk onderwerp vind en omdat het heel leerzaam is. Waarom is er een wensambulance? Een wensambulance is voor zieke mensen die niet beter kunnen worden. En ze willen bijvoorbeeld nog ergens heen, maar bijvoorbeeld naar het strand of zo. En ze kunnen nog niet ze kunnen niet meer rijden met een taxi bijvoorbeeld of met de eigen auto. Dan worden ze door de wensambulance opgehaald. En dan, dan gaan ze nog ergens heen, bijvoorbeeld naar het strand. Stichting Wensambulance Brabant is in juni 2011 opgericht door 2 gepensioneerde medewerkers van ambulancezorg Brabant Zuidoost. De wensambulance rijdt 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Oftewel 24/7. Toen ik de wensambulance zag, toen wou ik er weer heel veel meer over weten. En toen kwam ik er ook weer veel meer achter. En hoe ben je erachter gekomen? Want je hebt ook iets meegemaakt, hè? Toen oma erin lag, toen vroeg ik aan de chauffeur, mag ik iets meer weten over de wensambulance? En toen vertelde hij dat. En in de klas had je er een beetje moeite mee, hè? Ja. Nou niet, hè? En wat vond jij nou het allerleukste van die wensambulance? Dat je dan heel veel wensen meemaakt. Dat je dan een dag meemaakt. En dat is dan wel leuk. Daar heb ik zeg maar geleerd dat je dan wel, als je veel te ziek bent, dat je dan wel gewoon de wensambulance in moet schakelen. Niet alleen kan je van een spreekbeurt veel opsteken, maar ook van boeken. Zaterdagavond vond in het kader van de Nationale Boekenweek het evenement Boek en Bal plaats in Podium Boxtel. De natuur stond dit jaar centraal. De Bokselse Literaire Avond werd voor het 3e jaar georganiseerd. Elk jaar worden schrijvers, kunstenaars, poëten en muzikanten uitgenodigd om er een kleurrijke activiteit van te maken.
Zo schoof dit jaar auteur Lucas de Waard aan voor een interview. Maar ook om voor te lezen uit zijn laatste boek, Kraaien tellen. Koen Cornelis en Tom Driessen moesten daarentegen op elkaars tellen letten. Zij gingen namelijk een verbale strijd aan met elkaar in een dichtbattle. De poëten stonden eerder al tegenover elkaar tijdens de finale van de Dichtslam Rap in Bokstel. Meer kunstzinnige optredens kwamen van theaterstudenten van het Koning Willem I College. In opmerkelijke poses brachten zij het boek Lezen onder de aandacht. Singer-songwriter Stijn Charpentier en het duo Sarah en Floyd zorgden voor warme muzikale klanken tijdens het boek en bal. De Bokstelse Stripe Big Band zorgde voor een knallende, feestelijke afsluiting. En hiermee sluiten wij ook het Bokstelse Weekjournaal af. Dit was DBC Nieuws. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.